Ik ben Bo en heel erg leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag maak ik een video waarin ik ga vertellen wat meisjes eigenlijk niet begrijpen slash irritant vinden aan jongens. Een disclaimer is wel dat niet alle dingen voor alle jongens gelden en dat alles specifiek echt gewoon tegen iedereen bedoeld is. Want niet iedereen heeft elke eigenschap die ik ga benoemen. Niet iedereen doet dit. Het is gewoon heel verschillend samen met een aantal dingen die we op een rijtje hebben gezet. Ik hoop dat je de video leuk vindt. Doe daarom zeker weten een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op die rode abonneerknop hier beneden. Want we komen echt steeds dichter bij de 20.000 abonnees. Dus dat is super nice. Ik ga niet meer langer praten. We gaan gewoon beginnen met de video. Let's go. Eerst is eigenlijk voor iets wat heel veel meiden herkennen. En ook wat echt bij heel veel jongens gebeurt van ik gooi op 15, 14 jaar. Het is namelijk stoer doen. Want wanneer jij alleen met je vriendje afspreekt, dan zijn die gewoon heel erg close, geeft hij ook wel complimentjes, doet hij super lief. Maar wanneer jij samen met hem bent en zijn vrienden, dan ben jij daar gewoon like nobody. Want hij doet ineens heel anders, ze doen helemaal stoer. En er is echt, even kijken, zo'n minuscuul jongens op de aardbol die dan helemaal lief tegen je gaat doen. En net als tegen je doet, is normaal wel ietsje minder, maar wel gewoon echt heel erg lief. En een beetje over je gaat opstaan van dit is mijn meisje en zo, maar echt dit, oké? Als je dat bent, echt je bent goud alsjeblieft. Maar dan gaan ze helemaal stoer doen en helemaal, ik weet niet, raar doen of zo. En ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Like, als je zo tegen mij doet thuis, doe dan dat dan ook hier. En misschien een soort van zelfverdediging of onzekerheid of zo, maar alsjeblieft, doe dit niet. Nummer 2 is iets eigenlijk wat, het is niet echt een typisch iets wat bij alle jongens is of iets wat echt een specifiek ding is wat echt wij niet begrijpen. Maar het is de muscly cringe. Want jongens, als jij ook maar het woord muscly in je hoofd haalt. Als je dat ook maar durft te doen. Ze haten het zo erg. Jongens haten muscly zo erg. En alle jongens die aan muscly doen zijn ook gay op hun manier. En als je dat doet, het is altijd cringy en allemaal dat soort shit. En het is niet goed, het is raar. Waarom doe je het? Ik snap het niet. Waarom? Wat is er erg aan muscly? Ik bedoel, het is toch hetzelfde als dit. Alleen playbackje dan liedjes. Ik snap hem niet. Leg het me uit als je jongen bent, please. Nummer 3 is dingetjes met make-up. Want jongens zeggen heel vaak tegen meisjes van of je hebt geen make-up nodig. Of ik vind make-up wel mooi bij meisjes, maar gewoon niet helemaal volgeplamuurd. En heel veel foundation en zo. Dat vind ik gewoon niet mooi. Maar een beetje make-up vind ik zeker weten mooi. Oké, dit is echt een goede gedachte van jongens. Maar waarom leg deze mij? Waarom hebben dan al die meiden die helemaal volgeplamuurd zijn met 5 kilo foundation, altijd een vriendje? Waarom? Leg het me uit. Die snap ik dan niet. Die snap ik niet. Nummer 4 is straattaal. Want jongens hebben dan zo'n periode dat ze woorden gebruiken waarvan je echt denkt, oké. Bijvoorbeeld, er was echt zo'n periode dat elke jongen kill gebruikte. Kill, kill, kill. En er waren een paar van die chicks die dachten mee te kunnen doen en ook kill te zeggen. Nou, sorry, maar ik weet niet wat je had of zo. Ik weet niet wat. En als mensen er heel veel mee scholden, zijn de mensen, heb je kill ontsteken of zo? Oké. We gaan hier niet verder over in. Ik denk dat iedereen dit wel begrijpt. Dat ze gewoon zo'n tijdje hebben dat jongens allemaal dat woord gebruiken. En daarna is het gewoon ineens, het is ineens klaar, weet je wel. En niemand snapt volgens mij precies wat het betekent of wanneer je het zegt, maar ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Nummer 5 is denk ik voor iets waar meiden zich echt heel erg aan kunnen ergeren. Het is namelijk dat jongens heel erg laat reageren op app of op snap. En dat is voornamelijk op app, want dan stuur je bijvoorbeeld een appje wat eigenlijk een beetje het gesprek afsluit. Of je stuurt een appje waar ze niet echt meer over hoeft te reageren. En dat gaat ze dan wel lezen, maar niet reageren. En dat doet ze ook met dingen waar ze wel op kunnen antwoorden. Maar het is zo vaak zo dat meisjes eigenlijk het gesprek moeten starten met jongens. Of het weer op gang moeten helpen. Want sommige jongens snappen dit niet. Like, oké. En er zijn echt wel jongens die echt dan echt gewoon zelf het gesprek beginnen. En ook wel blijven doorpraten. En ik snap best wel dat het moeilijk is om soms een onderwerp te vinden waar je over kan praten. Maar waarom moet je dan niet reageren? Kijk, oké, als je dan niet wil reageren, ga het dan ook niet lezen, weet je wel. Want meiden, die kunnen soms echt net bij de FBI werken. Ik ben serieus. En FBI staat voor Fuckboy Information of wat je er ook maar van maken. Maar meiden kunnen echt bij de FBI werken. Dat moet je gewoon begrijpen, want het gaat dan zo. Je screenshot het en dat stuur dan weer door naar je vriendin van
oh, hij reageert niet. En dat soort dingen. Ik bedoel, meiden, je moet echt oppassen wat je doet. Want dadelijk is het gewoon over om zoiets. Dan hebben we nummer 6. En nummer 6 is iets wat echt... Dit snapt niemand. Jongens die denken dat een meisjeslichaam eruit ziet als een of andere zandloper. Tenminste, hier zoeken jongens echt altijd al naar. Het zandloperlichaam. Ik zal vertellen wat dat is. Meisjes die cup Z of zo hebben. Dan een buikje van ongeveer 2 centimeter dik of zo. En dan hier een uitbarsting hebben van een S, like. Where? Echt gewoon zo'n mega S, weet je wel. Van hier tot fucking Tokyo. Ja. Daar zijn jongens naar op zoek. En mag ik je één ding vertellen? Deze meisjes die zijn er bijna niet. Want dan moeten ze ofwel buikspieroefeningen of zo gaan doen. Om hun buikje zo strak te krijgen. Want als jij zo'n S hebt en zoveel, dan kan jij niet een strak, dun, mini buikje hebben. Dat kan bijna niet. Ik zweer, dan moeten ze wat gedaan hebben of zo. Maar dat kan echt bijna niet. Ik geloof me. Nummer 7 is sowieso ook heel erg bekendbaar voor meiden. Namelijk een verkeerde indruk achterlaten. Altijd direct op het begin al. Want jongens denken dat meisjes het stoer vinden. Of aantrekkelijk als ze badass dingen doen of zo. Like bijvoorbeeld... Dit was echt een tijd zo'n trend, weet je wel, dat iedereen rookte, want dat was stoer. Nou, oké. En dat soort dingen, gewoon allemaal van die dingen waarmee ze denken stoer te kunnen zijn. Of dingen te jatten en op denken dat ze je meer indruk maken. Nou, ik zou je één ding vertellen. We vinden het alleen maar dom. En soms doen jongens ook echt dingen als je denkt van, nou, doe dit niet, oké. Alsjeblieft, doe dit niet. De maatschappij is al fucked up, maar doe dit gewoon. Maar in ieder geval, stoer doen. Helpt niet. En zo... Dit is zeg maar echt nog zoveel erger als stoer doen. Want het is gewoon echt heel irritant. Dat ze dan altijd badass moeten doen. Of altijd net even erboven uit moet gaan. Of net iets te ver gaan om dan indruk te kunnen maken of zo. Oké, dat is dit al het gezeur alweer. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dat je wat dingen hebt kunnen herkennen. Heb je dit nou? Doe zelfs zeker weten een duimpje omhoog. Wil je een deel 2? Of wil je dat ik... een video gaan maken wat jongens niet begrijpen aan meisjes. Laat het me weten. Ben jij dus een jongen? Laat hieronder even dingen achter die je eigenlijk niet begrijpt aan een meisje. En dan kan ik je de volgende keer een soort van antwoord op geven. Doe zeker weten ook een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En wie weet tot de volgende keer. Doei doei!